We hadden al jarenlang de Maastrichter Steerkes. Maar sinds vandaag is er een nieuw chocoladeproduct om onze stad te promoten. Gebaseerd op de Maastrichter Gijs. We willen dat Maastrichter Gijs, dat iedereen die proeft en daar ook kennis van neemt en die tot zich neemt. Want het is de beste chocola die je ongeveer je kan voorstellen. Het is zalig, ik heb namelijk net al geproefd. En het is heel mooi om daarmee niet alleen maar bezoekers daarvan te laten genieten, maar ook bewoners. Ja, je eet de Maastrichter Gijs. Nu zit hij al in mij, dus, maar in de maag komt hij ook nog en dan gaat toch weer een beetje naar het hoofd. Alleen de gedachte al dat het met Maastricht te maken heeft, doet goed. Wat is volgens u die Maastrichter Gijs? Oh, vertaalbaar op heel veel manieren, maar het gaat wel over kwaliteit van leven, echt genieten. Genieten van het leven en met elkaar in de community. Hè, met elkaar in contact staan, daar gaat het ook echt over wat mij betreft. En wat is er dan lekkerder om samen die Gijs te proeven? Want ook de wethouder houdt wel van chocolade. Jazeker. Alles wat zoet is vind ik lekker. En hoe smaakt deze? Uitstekend, kan ik zeggen. Iedereen wordt blij van chocolade, toch? Het geeft een soort van dat kleine verliefdheidsgevoel. Nou ja, ik ben verliefd op deze stad en ik hoop dat iedereen op deze stad verliefd wordt en verliefd blijft. Een nieuwe gadget voor toeristen? Absoluut, absoluut, ja. Maar ook voor de Maastrichtenaar zelf? Zeker, want wie is niet vervuld van de Maastrichter Gijs, hè? Die gaatje in zijn neus, hè? Heerlijk.